Simeone. Plaats was er daarna de twijfel. Nu is hij eindelijk weer terug in de basis. Hier is hij aan de bota. Ngoti en Maldini. En dat Zamorano en Ronaldo nu al regelmatig van positie wisselen. Boban. Sousa bij hem. Boban met de versnelling. Is langs Sousa. Hij moet loslaten inderdaad. Sousa, anders was het een strafschop. Maar Sousa werd eigenlijk als een kind zo eenvoudig uitgespeeld. Door Zvonimir Boban. Kijk, hier heeft hij hem vast. Hij denkt, nu laat ik maar los. En ondertussen is het aan de kant van Djorkaeff. Had daar iets in gezeten. Meer in elk geval dan wat het nu opleverde. Want het was verkeerde been. Zijn linkerbeen dus. En Boban. Helweg. Daar is Leonardo. En daar is de gelijkmaker. Geen buitenspel. En zoals bekend, weg wil uit een kwartiertje met meteen twee doelpunten. Overtreding Boban. KF. Djorkaeff. Afgetroefd. Duidelijk komt te zien dat het geen Van Basten is. Oliver Bierhoff. Nee, het wordt Boban toch. Ja, dan draait die bal naar binnen. Dus het is altijd makkelijker voor de keeper. Ronaldo, eindelijk weer eens aangespeeld. Een beetje hetzelfde beeld als die. Zacht ingespeeld eigenlijk met een veel te grote boog. Boban, ja. Boban. Sousa Boban. Met Boban, Helweg, die periode zo vlak na de winterstop bepalend bij Inter samen met Djorkaeff. Toen was er best een aardig. Boban. Via de hand van Maldini kon hij niets aan doen inderdaad, gewoon aangeschoten. Ook al bestaat dat dan niet meer officieel. Heel goed dat scheidsrechters dat wel. Boban, de grote winnaar. En dan de overtreding, jawel, van weg. En dat was gedaan. Van Boban. De rook was ook net een beetje opgetrokken. Djorkaeff. Lijkt van slag.